Ja, Jozef, kom mee. Brilioot. Je bent ziek. We moeten je naar een dokter brengen of zo. Hier liggen schedels, hè? Schedels. 3 schedels. Prachtig. 4 schedels. 5 schedels. Heel de kast zit vol schedels. Het is een vrolijke plek. Hier nog meer schedeltjes. Ik kan ze niet eens kapot rammen. En zagen en zo. Zagen. Er liggen ook allemaal lijken. Of nou, lijken niet, maar gewoon grafkisten. Ik denk dat we op een kerkhof zitten. Joh, zou je denken? Ik gok het. En dat betekent, op een kerkhof zitten altijd van die demonen of van die monsters. En het gaat inderdaad gebeuren. Ik hoor iemand gillen. Hold on a minute. Let me climb up here and see if I can get a look ahead. Oh god, nee. Als hij iets gaat doen, gaat het mis. 70% kans dat er iets gaat gebeuren. Ja, ik zei het. 70%. Gewoon, dit is verhogen naar 80%. En er is iemand boven daar. Zit er iemand in die kerk? Holy crap, wat is daar aan de hand? Oh, we moeten dus wel naar de kerk toe, naar die church. Ik zei het vanaf het begin van chapter 6 al. Wat? Oh, een sniperrifle. Gaat hij mij helpen? Dat zou heel erg vet zijn. Laat die los. Oké, sorry. Waarom is dat grappig, Vincent? Weet ik niet. Hij gaat mij helpen. Weet die graphics daar, wat zijn die lijntjes? Nou ja, moet maar niet op letten dan. Hij gaat me coveren. Het zal eens tijd worden. Nou ja, hij doet altijd zijn best. Oh. Wat de fuck was dat? Wat gebeurde daar? Kan ik nou niet meer terug? Ik kan serieus niet meer terug naar de plek toe. Oké, prima. Die kant moeten we ook niet op. Ik wil even kijken wat er is. Misschien kunnen we hier nog wat vinden. Ik denk het sowieso niet. Nee, helemaal niks. Wat is hier zo'n kaarsje? Hebben we ook niks aan. Misschien zien we een Maria-beeldje. Ik bedoel, we zitten op zo'n kerkelijk. Kijk, die grafisch prachtig weer, hè. Een juweeltje weer. Oh, god. Waarom schiet jij op dat soort dingen? Je zou me helpen. Wow, daar staat iemand met een sniperrifle. Holy crap, kijk dan. Oh! Shit. Help me dan, aap. Ik ben gewoon serieus zoveel punten kwijt. 1 kogel. Medical. Wat is dat? Holy crap. Oh, hij probeert weer te schieten. Oh, crap. Ik ben stoned of zo. Ik weet niet. Holy crap. You motherfucker. Don't you ever shoot me again. Terwijl die andere roze had eigenlijk gewoon hem moeten vermoorden. Maar dan moet ik het toch weer zelf gaan doen. Ja, ik baal hiervan. Ik baal er echt verschrikkelijk van. Oh, weer die gasten met die maskers op. Oh, die vind ik helemaal verschrikkelijk. Komt hij naar mij toe? Oeh, wegwezen. Nee, niet zoveel mensen. Nee. Fuck off. Help me dan, vieze aap, help me dan. Oh, shit. Schiet op die apen. Ik doe het anders. Oh. Hij schiet gewoon niet raak, die vent. Serieus. Jozef, kom op, schiet die monsters. Jesus. Ja, yeah, hè? Dat moet je doen. Goed zo, nou, heb ze wel in ieder geval allemaal vermoord. Dat scheelt. Nou, heb ze wel allemaal vermoord. Oké, Jozef. Ik moet zeggen, het was aardig, hè? Het was niet heel goed, maar je leert het wel. Jozef, waar ben je? Jozef. Waar de fuck zit Jozef? Nou, goed. Ik hoop dat hij weet wat hij doet. Ik hoop dat hij goed geprogrammeerd is door de Bethesda. En dan gaan wij naar het volgende kamertje. We gaan door deze deur heen. Oh! Oké. Automatische deur. Dat betekent dat we dus niet meer terug kunnen komen. En weer punten hier. Ik hoor ook weer monstertjes. Waar zitten de monstertjes? Waar zitten de monstertjes, dames en heren? We horen wel, maar we zien ze niet. Jullie horen ze ook, hè? Ja, jullie zijn niet doof. Waar zitten ze? Ik zie een hele... Oh, daar is... Zit hij daar? Daar zit wel een soort van hendel die ik moet overhalen. En daar zit Jozef. En Jozef zit op zo'n plek dat je weet van... Hij gaat hier wat uithalen. Hij gaat mij helpen op dit plekje. Dit niveautje.
shotgunkogels. Hebben we daar genoeg van? We hebben redelijk wat. We kunnen nog meer oppakken. Huppakee. Oké, komt u maar. Oh, shit. Hij had al zoiets gedacht. Daar gaat de hendel. Oh, holy crap. Nee. Holy crap. What the fuck is dat? Holy crap. Holy crap. Holy crap, wat is dit voor monster? Holy crap! Schiet die Jozef! Schiet die Jozef! Oh, schiet die Jozef! Nee! Je moet schieten op hem, Jozef! Laat hem niet me vermoorden, goh! Kom op! Oké, Jozef. Jammer dan. Ik vermoord hem. Shit, 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 shit. Kan ik hem finishen? Hoe dan? Hoe kan ik hem finishen? Zeg het me, vertel het me. Vertel het me hoe ik hem moet finishen. Ik weet niet hoe moet ik hem finishen? Ik weet het niet. Onduidelijke game. Onduidelijk. Oké, er zit dus weer een grote joekel van een baas achter me aan. Holy crap. Komt hij hier doorheen? Komt hij hier doorheen? Dat zal toch niet? Ik zit hier veilig. Hij kent Handle It On My Own. Ja, dat snap ik. Maar je doet ook helemaal niks eraan. Waar zit die vent? Oh, daar zit hij. Hallo? Oké, wachten. Holy crap! Hij zit vast. Twee gasten, twee monsters. Hij pakt zijn dingen weer op. Die, motherfucker. Pats! Ik weet niet hoe ik ze moet vermoorden. Oh! Dit wordt echt... Ja, jongens, ik vind het echt onduidelijk hoe we dit verder moeten gaan doen. Ik snap er ook geen reet van. Waar moeten we heen? Twee monsters moet ik vermoorden, hè? Ik weet niet hoe. Ik moet hem plat leggen ergens. Kan ik hem bevriezen? Wacht, ik bevries hem. Let op. Hop. Waarom gaat hij niet dood? Dat etter gaat gewoon niet dood. Nou, ik snap er geen reet van, mensen. Ik snap er echt geen reet van. Oh. Ik... Shit. A dead end. Heb ik het vermoord? Is het dood, serieus? Oh, oké. Okay. Mijn, oké. Okay. Ja, zo zie je maar weer dat ik gewoon een hele sterke wapen heb eigenlijk, hè. Kunnen we hier wat kool... Oh, je kunt ook wat soja uithalen. 3500. Jongens, wat waren dit voor grote Lubas monsters? En wat ligt hier? Graveyard note. Wait, there was something about a horse in that house back there. Nou, nee, ja, nee, hij mag nog niks doen hier. Ik wil nog niet verder, want ik moet terug. Nee, ik wil nog terug. Ik wil terug naar die... Ik heb nog 3500 punten die ik moet oppakken, alsjeblieft. Ga nou niet een cutscene. Dat we hier naar binnen gaan. Laat me alsjeblieft nog spelen. Nee, niet naar beneden gaan, niet beneden. Alsjeblieft. Nu mis ik mijn punten. Dankjewel, game. Ja, supergoed. Super tof. Dag mevrouw, ik kom mijn spel weer opslaan. Is dat zo, jongeman? Ja, zeker. En heb ik het goed gedaan? Ik ben bijna 6 uur bezig aan de game al. En we zitten nog maar bij chapter 7 of zo, of 6. 6 uur, gewoon 1 uur per chapter heb ik gewoon gespeeld. What the fuck? Dat is echt veel. Nou, gaan we hier even onze upgrades weer uitvoeren. Ja, huppakee. Zo gaan we dat doen. Zo doen we dat. Even kijken hoor. Wapens. Kunnen we upgraden in dit en dit en dat. We kunnen ook zeggen van we willen weer meer kaaltjes. Ik wil shotgun. Fire rate. Sowieso. Die fire rate gaan we harder maken van die shotgun. Die shotgun wordt de bom. En explosive bolts. Kunnen we daar... Nee, die kunnen we niet levelen. We kunnen wel zeggen dat we meer pistool ammunitie krijgen. Ik vind het goed. Ik vind het een goede upgrade. We gaan gelijk door met deze upgrades. Want we zijn zo lekker bezig. We zitten heerlijk in de game. 1100 punten komen er wel. Zo. Kijken door het glas. Het glaswerk. En waar zitten we nu weer?
you all right? Weer ondergronds. Ik vond het zo fijn. Ik vond het serieus zo fijn. Heerlijk. Niet onder de grond. Geen donkere, ligubere gangen. Geen monsters. Nou ja, overzichtelijk, omdat je een groot slagveld had. Maar nee hoor, we zitten weer lekker onder de grond. In donkere tunnels en gangetjes. Met verschrikkelijk leuke monsters die hier allemaal dood liggen. En allemaal... Oh, er zitten serieus levende mensen in. Dood jij! Oh, wat is dit dan? Serieus, die gaan aan een haak gaan ze... Oh, dit is een soort loopbandmechanisme. Maar normaal horen de varkens aan te zitten. Maar voor mij zijn het alleen maar mensen. Levende mensen. Oh god, jongens. Dit is misschien onder de kerk, dit, hè? Oh, dit is wel echt schitterend gedaan, dit. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat is toch mooi? Het ziet er tof uit. Of niet? Oh, maar dit ziet er dan wat minder tof uit. Oh shit. Ik hoop dat dit gewoon bij een puzzel blijft. Ik hoop niet dat het... Kunnen we die dingen niet losmaken? Deze zakken of zo? Kan ik niet die doorschieten of zo? Nee, het lukt niet. Jammer, want dan had ik dit opgepakt. Misschien nog één keer proberen? Nee, het lukt als niet. Misschien een shotgun? Nee, ben ik nu te laat. Jammer. Ik denk dat je... mensen hierop moet leggen. Om verder te komen. Ik ga eens kijken, wat hebben we hier allemaal? Hier hebben we kistjes. Oh, dat vind ik fijn. Lekker punten. Waar sla je naar? Je moet naar de kisten slaan. Goed zo. En hier hebben we nog zo'n lijk. Nou, dat is allemaal goed. Dat is allemaal goed. We moeten dit lijk laten zakken. Of we moeten er iets nieuws opleggen. Wat zeggen jullie? Wat zeg jij hier? Doesn't mean anything to me. Should it? Hold on a second. I jotted something down earlier. Oh, hij vraagt aan mij of ik wat van die beschrijving weet. Er staat hier van the sacrifices need to be lowered onto the proper altars and the safe way to him will be open. 3597. Zit er een sommetje bij of zo? Ja, er komt elke keer plus 2 bij, want 3 plus 2 is 5, 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9. Misschien is het dus plus 2 heel de tijd. Ja, hier kan ik niet naartoe, het is helemaal afgezet hier. Ja, we moeten hier dus een puzzeltje gaan oplossen. Dit wordt pittig, denk ik. Hey, hoppakee, dood. Is hij dood? Ja. Hey. 5. Was dit het? Zullen we doen? Ja, kom. Ging niet goed. Oh, shit. Ja, 7 moet omhoog. En de rest moet naar beneden. Denk ik. Dus deze moet naar beneden. Nou gaat hij doen. Let op. Oh shit, ik vertrouw die. We gaan het doen. Yes! Oké. Een lift. Kunnen we hier nog wat vinden? Ja. Groen spul. Altijd goed. Oké, we gaan maar in de lift dan, hè? Geen keus. Gaat toch niet naar beneden, hè? Oh, dag al. Oh, gaf, wat zit daar dan weer met boven hier? Zo, ik heb de game grafisch iets naar beneden gebracht. En even op 60 fps gezet. Even kijken hoe dat een beetje loopt. Want beelden zijn af en toe niet heel vloeiend. We gaan eens kijken wat er nu gaat gebeuren. We lopen nog steeds door een hele donkere gang heen. En we zijn een liftje omhoog gegaan, zoals jullie weten. En nu komen we aan bij een dokterslaboratorium, lijkt het net. En hier worden allerlei... Oh jeetje, wat smerig hier. Hersenen en de ruggengraat zien we hier. Lijkt alsof hier... Oh jeetje, dit is helemaal nasty. Wat, het leeft zelfs. What the fuck? Of het beweegt door het water.
Het ziet er smerig uit. Experimenten worden hier gedaan. Waarom zou je dit ooit willen doen, dit? Dit is gewoon ziek. Nou, we pakken dit op. Cemetery Lab Note. Nou, ik wil het niet eens zien wat erin staat, maar het ziet er creepy uit. En wat hebben we hier? Oh, jeetje. Het gaat over Siamese tweelingen, lijkt het net. Over de hersenen. Oh, wat smerig. En hier, hoe de hele mappen zijn er gemaakt, zoals je ziet. Het is echt heel ziek gedaan. Let niet op de strepen onderin. Ik weet niet hoe het komt, maar in ieder geval... Het is goed dat we gewoon op de PC spelen. En hier zien we een wolfhond. Er wordt ook een gemuteerde hond of zo. Want dit is gewoon echt te ziek gedaan. Ik ben benieuwd, kan ik dit kapot slaan? Dit glas, dat zou ook wel gaaf zijn. Nee, natuurlijk niet. Zouden we dat willen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik wou het wel proberen, weet je, uit nieuwsgierigheid. Ik weet nooit wat er nu gaat gebeuren. Wat voor gevaar er komt. Ik hoor wel monsters in de buurt. Ik hoor zeker wat. En ik weet niet wat het is. Oh shit, wat is dat? Holy crap, ik hoor echt een afschuwelijk monster. En het komt hier vandaan? Komt het hier vandaan? Het breekt dadelijk door deze muur, dat weet ik nou al. Oh my god, wat is dit nou weer? Holy crap, dat is een wolf of zo. Holy crap, wat is dit joh? Dit is gewoon echt ziek. Dit is echt ziek. Dat monster, dat gaan we dadelijk losmaken, denk ik. En dan stormt hij zich een weg naar buiten. Zoiets heb ik een gevoel. En dan gaat hij hier zo. Gaat hij hier rechtdoor. En dan gaat hij hier zo. En dan gaat hij hier door deze muur komt hij heen gewoon, hè. Dat denk ik wel. Oh, wat zat daar eigenlijk? We kunnen nog wat oppakken. Cemetery Lab. Dat gaat blijkbaar deze hond dus echt niet... Fijn om dat achter je aan te hebben. En ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Nou, dat hoop ik niet, maar ik denk het wel. We gaan door deze gang weer. Ik weet niet waar we uitkomen. Het zijn hele enge, dunne, smalle gangen. Alsof het allemaal onder de grond is gebouwd. En hier, wat krijgen we hier? Een plaat waar we op staan. En daardoor gaat dit om open. Kan ik ook nog doorheen? Ja, zeker. Nou, daar komen we dus nooit meer... Oh, crap. Is dit niet aan de andere kant? Can you get it open? Ik ga vragen of hij het open kan maken. Gaat kijken. Zal hij het open kunnen krijgen? Yeah! Oh. Holy crap. Holy crap, moet ik dat monster gaan bestrijden? Nee. Jongens, we krijgen een nieuwe baas. Natuurlijk. Het spel zit vol met bazen. Dus er is niks geks meer aan. Maar hier ligt mijn grote vriend. Waar zit hij? Waar zit hij? Waar zit dat monster? Oeh, daar zat hij! Sorry! Hij zit in die struikjes zit hij de hele tijd. Oh shit! Oh my god, jongens! Meen je dit? Oh, dat monster kan je toch nooit verslaan, dit? Achterlijk idioot monster. Kan je nooit... Nee, joh. Nee, dat lukt nooit. Hoe de fuck kan je dit monster verslaan, mensen? Oh, tja, nu ben ik dood. Hoe kun je dit doen? En dames en heren, dit was weer een aflevering van The Evil Within. Wil je weten hoe het verder gaat? Kijk gewoon volgende keer weer terug naar een nieuwe aflevering. Vergeet de video niet te liken en vergeet niet te abonneren. Dat kan namelijk hier in het scherm. Tot volgende keer. Doei doei!